Ik heb zo lekker geslapen. Heerlijk. Hmm. En heb jij net zo ges lekker geslapen als ik? Ja hoor, ik heb goed geslapen. Hmm. Julian is nog niet wakker. Ik slaap heel zachtjes langs zijn kamer. Hmm. Misschien ben ik als eerste op. Oh nee, mama en papa zijn al wakker, want het bed is leeg. Ik ga me eerst opfrissen op de badkamer. Wow. Waar kom jij vandaan? Wat doe je in onze badkamer? Oh, je bent zo'n akelig ding. Ik dacht dat ik van je af was. Halloween is voorbij. Wat doe je nog hier? Oh, ik heb schoon genoeg van die pompoenen. Ik moet er vanaf zien te komen. Hmm. Ik heb iets nodig waarmee ik die pompoenen in stukken kan slaan. Hij moet verdwijnen. Ik te wel dat in een garage al het gereedschap van papa ligt. Daar moet iets bij zijn wat ik kan gebruiken. Hé, hey Emma. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Emma wil je graag wat chokkemaal bij je ontbijt. Dat drink je 's ochtends zo graag. Oh, hallo mama. Eh, uh, chok. Nee, nee, Nu niet, nu, nu, nu. Hmm, vreemd. Chokkemaal, Dat zegt ze nooit nee tegen. Dat drinkt ze zo ontzettend graag. Er is iets aan de hand als Emma geen chokkemaal wil. Dat klopt niet. Oh, het is een kist, die is zo zwaar. Ik kan die niet goed dragen. Emma, wat doe je daar? Uh. Niets mama, ik heb niets verstopt. Ik ben ook niets van plan hoor. Nee, ik ben gewoon hier. Hm? Hm. Deze kist krijg ik niet naar boven. Ik moet hier ergens verstoppen. Ik schuif die het beste hieronder. Dan zal niemand hem zien. Maar één werktuig heb ik eruit gehaald. Dat hakding. Die ga ik gebruiken. Zo, ik heb alles wat ik nodig heb. Die pompoen is zo weg. Die gaat verdwijnen. En ik op een zal overblijven. Nou, nu kijk je niet meer zo stoer, hè? Tijd om jou te kraken. Hé, hey, goedemorgen, Emma. Huh? wat doe je daar? Emma, wat doe je hier met dat werktuig? Ben je iets van plan? Wat doe je? Ehm, uh, hallo, Anna, niet zo. Ik ben niet van plan. Dat ding is niet van mij. Uh-uh. Mm -mm. mm. Dat werktuig zal papa wel vergeten zijn. Dat lag hier al. Ik heb geen idee hoe het hier komt. Ik heb je wel gezien, hoor. Je kwam met dat ding hier binnen. Ik zag het. Oké, okay, betrapt. Ik wil deze pompoen laten verdwijnen. Daarom heb ik dit werktuig om hem kapot te slaan. Ik kan dat ding niet meer zien. Ik kom hier. Emma, dat kun je toch niet doen? Die arme pompoen. Maar, Hannah, Halloween is toch al voorbij en die pompoenen die duiken maar overal op. Ik vind ze niet leuk. Ze maken me bang. Stomme dingen. Nu heeft Hannah mijn werktuig. Dan pak ik wel een andere. Zo, hier moet het ook lukken. Een zaag. Zo. Oké, okay, Emma, ik zie dat je het meent. Ik zal je wel helpen. Het spijt me dat je zo bang bent voor pompoenen. Nou, ik pak de bijten wel. Mm -hmm. En ik gebruik de zaag. Zo, daar gaan we. Je maakt geen kans, geen schijn van kans. Oh man, die pompoen is heel sterk. Ik kom nog niet doorheen. Die is gewoon onverwoestbaar. Wow, dat had ik niet gedacht. Hij is keihard. Wat is daar boven nu weer aan de hand? Ik hoor zo'n vreemde geluiden. En wat doet de gereedschapskist hier onder de trap? Heeft Marten die weer niet opgeruimd? Oh nee, straks wil Marten weer iets verbouwen of renoveren? Hij heeft me niets gezegd. Wat doen jullie daar met die werktuigen? Oh, hé hey mama, wij doen niets. Welke werktuigen? Slaap ik nog? Mm. Oh, die mooie pompoen. Die heb ik hier vanochtend extra neergezet ter decoratie. Eh, uh, mama, um, nou wij. Ah, we wilden heel graag weer zo'n lekker pompoensoep, zoals je de laatste hebt gemaakt. We bereiden dat alvast voor voor je. Ach zo. Ja, mijn pompoensoep. Ja, die vond ik ook lekker, ja. Hmm, dat mag geen decoratie. We maken er soep van. Goed idee. Maar ik leg de pompoen dan liever in de keuken. Dat is niet voor kinderen, zeker niet met die werktuigen. Ik gebruik liever een mes, een hele scherpe. Oh, dat ging super. Nu zijn we van de pompoen af. Ja, we hoeven niets te doen. Mama regelt het allemaal voor ons. Zo, ik neem afscheid. Dag pompoen. Hopelijk ben je volgend jaar niet bij met Halloween. Eten is klaar. Pompoensoep.